kinderen hebben een voorstelling gezien van het Rotterdams Philharmonisch Orkest, King of Games. En het verhaal speelt zich af in een game, in een computer. En de kinderen, er is een probleem natuurlijk. Een prinses die is gemute, die doet het niet meer. En de acteur Boy Oteman die speelt in de voorstelling. Hij speelt karakter Jim. Waar ben ik joh? Wat is dit allemaal? Jim is de King of Games. Die zit op een slaapkamer computerspelletjes te spelen. Dan gaat de fluitprinses kapot en loopt de muziek in de soep en wordt hij de computer ingezogen. En dat ontdekt hij doordat hij in de zaal rondloopt en het orkest tegenkomt. Het is een soort Harry Potter controller, zie je wel. Maar ja, ik weet niet hoe die werkt. Jim speelt over het algemeen alleen en graag vals. Nou, dat mag niet. Het orkest wil niet dat er vals gespeeld wordt. Dus heeft Jim de hulp nodig van alle kinderen in de zaal om opdrachten uit te voeren. Met z'n allen onweer maken. Met z'n allen een synchronisatiebeweging met heel veel klappen en stampen en samen zingen. En vragen over het orkest en een Tetris-muur bouwen, Angry Birds verslaan. Om zo de sleutel te vinden om het levenselixer van de prinses achter de deur vandaan te halen om de prinses weer tot fluiten te bewegen. Error. Ja, maar ja, wat heb ik ermee te maken? Wow! We zijn samen met het Residentieorkest en het Rotterdams Philharmonisch Orkest hadden allebei het idee van we willen iets graag met game muziek doen. En veel games hebben muziek die echt de moeite waard is. Dus het is ook heel bijzonder om dat een keer met een orkest te spelen. Ja, dit is Pac-Man. Ken je dat nog? Dan komt er een spookje aan en dan... Doelgroep van de voorstelling voor de schoolvoorstellingen is groep 5 tot en met 8. Familievoorstelling is het echt een 6-plus voorstelling, van 6 tot 12. Wat ik ook al een beetje verwachtte, en dat kwam ook uit, was dat het orkest het ook heel erg leuk vindt, die muziek. Dus toen we de eerste keer de muziek doorspeelden, toen zag ik overal glimlachjes verschijnen in het orkest. Omdat zij ook wel eens Angry Birds spelen of Tetris en die muziek kennen. En het is voor hen ook leuk om dat te spelen.